duizend. Ja, moeilijk. Ja, als je zag wel of andere clubs erbij zaten, dan mag je denk ik wel van geluk spreken. Het is niet echt een sprekende team, maar ik denk wel dat het voor ons best wel positief is uitgepakt. Maar goed, dat moeten we nog maar afwachten. Ik weet niet precies wat voor team het is. Ik ken niet die mensen en die spelers en zo, die ken ik eigenlijk allemaal niet zo. Maar ik denk dat het niet onmogelijk is, maar zullen we maar af moeten wachten. Toen je vanmorgen de 5 mogelijke tegenstanders zag, was deze wat je gehoopt had of had je liever andere gehad? Ja, ik zag dat, even kijken wat zat erin, Benfica, Everton en zo. Dus ja, wat dat betreft een Galatasaray kan je denk ik niet slechter loten, wat namen betreft. Dus in principe ben ik daar wel wat tevreden over, ja. Eerst thuis, voordeel of nadeel? Ja, je zegt vaak van als je dan met 1 of 2-0 misschien kan winnen, dat je dan uit misschien wat makkelijker heen gaat in plaats van andersom. Dus ik denk dat het wel redelijk positief is.